Oké, okay, dan dames en heren, jullie luisteren naar de Balans Podcast. Mijn naam is Pro Mario en ik heb uh, in deze aflevering een bijzondere persoon uitgenodigd. Maar voordat ik ga beginnen uh, met de show, wil ik jullie nog even uh, nou, verwijzen naar de vorige episode. Even een korte recap. Ik heb even een gesprek gehad met uh, Miguel Cardel, DJ, producer, persoon die zich uh, heel veel inzet voor uh, Maluku. En uh, ja, daar hebben we het ook voornamelijk over gehad en over uh, media van nu. En uh, ik zou zeggen: go check that out. En dan gaan we nu over naar een nieuw episode. Episode, volgens mij, nummer 6 of 5. Nee, 5. Yes, met een uh, persoon die ik sinds 2007 ken, uh, maar ook een persoon die uh, ja, sowieso fan is van hip-hop. Hij ging sowieso, altijd, sowieso. sowieso. Hij ging onder de naam als MC Marvel, als ik me niet vergis. Klopt helemaal, goed onthouden. Ja. <laughs> ik heb een fotografisch geheugen natuurlijk. En nu gaat hij uh, ja, onder de naam Afvalbas. Maar voordat we daar sowieso gaan beginnen, laat me introduceren. Dames en heren, we got Bas van Gangelen in de building. <laughs> de enige echte. De enige echte, ja, the one and only. Hoe is het? Ja, super. Gaat, uh, gaat goed. We hebben net al eventjes gekletst, maar uh, ja. ja, tof om, uh, om elkaar weer eens te zien. Het is lang, sowieso lang geleden dat we voor elkaar voor het laatst uh, gezien en gesproken hebben. Dus, ja. uh, ik zei voor de show, de laatste keer dat we elkaar zagen, dat was uh, denk ik vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden alweer, hè? ja. Vijf jaar geleden, en dat was uh, bij uh, Wereldburgers, bij uh, Break North, vijftien ja, jaar bestaan. De vismarkt volgens mij, hè? Ja, ja Vismart, Vismar, ja, 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 inderdaad. Jij ja, ja. Ja. Ja, was daar met uh, Mr. Frequent. Mr. Ja. En uh, uh, Colin. En yeah. <laughs> Colin ook. Ja, ja, ja. want ja, wij kennen elkaar natuurlijk eigenlijk van, uh, van Break North, yeah. hè, het Gronings uh, yeah. uh, hippoprogramma. Yeah. En uh, ja, daarna hebben we elkaar inderdaad heel lang, heel lang niet meer gezien. Nee, precies. Totdat ik vorige week of twee weken geleden denk ik een berichtje van jou kreeg van. Uh, ik weet niet of je het weet, maar ik presenteer al een tijdje De Balans podcast. Ja. Nou, daar was ik natuurlijk al wel van op de hoogte. Ik check je stiekem <laughs> natuurlijk nog wel een beetje wat je, wat je allemaal doet. Maar ja. Uh, ja, toen kwam eigenlijk de verrassing van... Uh, ja. uh, wil je bij mij in de show komen? Ik dacht, uh, hij nodigt mij uit. Voor... Ja, tuurlijk. Ja, uh, hartstikke ja. tof. Dus vandaar. Ja, ja, en de reden waarom ik jou ook sowieso heb uitgenodigd... heeft ook wel te maken met... Um, ik zie ik zie iemand die zich bezighoudt met recreatie, dus die houdt zich daar echt mee bezig. maar tegelijkertijd doe je ook met het verzamelen van uh, blikjes wat je op straat ziet of, of mondkapjes maak je er ook een creatie van. klopt. ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen als mensen dit horen dat, dat ze denken van Hè, waar heeft die gast het over ja. helemaal als je me niet kent, dus uh, misschien ja. dat we straks even inderdaad vanaf het begin even het verhaal moeten vertellen. Ja, precies. Maar uh, het is uh, waar wat je zegt. Dat klopt. Ja. 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 Dus de uh, art zit nog wel in je. <laughs> de art zit uh, in me en uh, ja die hip hop waar je het net al over had, dat zit natuurlijk ook nog wel altijd in ja. me. En uh, de ene keer komt het wat meer naar voren ja. dan de andere keer. Klopt. Maar. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal tof van, van nu, dat, dat ik niet alleen over uh, die, die, die blikjes en het afval rapen waar ik nee. de laatste tijd mee bezig ben, uh, dat we het daarover gaan hebben, maar stiekem toch ook wel een beetje over, over hiphop, want dat, uh, ja. ik moet zeggen, heb ik ook al lang niet meer met mensen echt zo op deze manier over gepraat, dus ja. uh, daar ben ik ook altijd wel, uh, wel voor, ja. Ja, ja, ja. ja about, about that gesproken, zeg maar, ik uh, probeer het nu zo vaak mogelijk uh, aan mijn gasten te vragen, want ja. Uh, wat het vaakst voorbij is gekomen bij de Balans Podcast is gesprekken over muziek. Ja. Ik refereer altijd naar muziek. En op een gegeven moment zat ik na de aflevering met Miguel Keidel. Zat ik gewoon te luisteren dacht dacht: shit, eigenlijk moet ik gewoon mensen vragen. wat ze voor het laatst hebben geluisterd. Oh shit. Op dit moment. <laughs> ja, en die vraag ga je nu ook aan mij stellen. Ja, ja, ja. Ik <laughs> ja, 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 er ja. wel bang voor. Ja. ja. Uh, Toevallig, gisteren heb ik op Spotify heb ik nog een uh, heel dope album gehoord van uh, Crisis. Ja. Dat is een gast uit Amerika. Hij maakt beats, maar hij rapt ook. Ja. Um, en die heeft uh, ja, dit jaar dus een nieuw album uitgebracht. Met allemaal hele toffe gastartiesten van Buster Rhymes tot uh, nou ja, nog veel meer uh, oud ja. gediende, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik heb het album eerlijk gezegd nog maar één keer. Geluisterd, maar ik had al gelijk zoiets van, oh, deze moet ik vaker luisteren. Dit is echt wel een tof ja. album. En ik weet niet of je überhaupt die naam kent. Jawel, de naam is wel eens, uh, die, die, ja, die is wel gevallen. Ja. Ik heb wel wat Tunes gehoord en hij uh, had wel een goede indruk bij me achtergelaten. Maar dus, uh, ja, ja, ik zou zeggen, uh, ja. Ik... Verdiep je er nog meer in? Verdiep je ja. er nog meer in? Ik ga, dat, ga dat zeker checken. Ik ja. kom ook heel vaak albums te tegen waarvan ik denk: van ja, dit is toch wat minder. Even sneller luisterbeurt. Ja. Skip, skip, skip. Oké, okay. dat is ook het voordeel van Spotify: dat je gewoon zo makkelijk gewoon zoveel albums kan checken. Waarvoor je vroeger, zoals ik zelf deed, gewoon nog naar de bibliotheek ging om daar platen of CD's voor een weekje te lenen. En dan ging ja. ik die thuis kopiëren op mijn cassettedek. En op die manier had ik er toch weer een plaatje bij voor, voor twee, drie gulden, zeg maar. Ja, ja. <laughs> maar uh, ja, ik had dit gewoon vroeger echt niet kunnen dromen. Dat het gewoon de, de hele wereld aan muziek gewoon allemaal onder een paar knopjes te bereiken is, zeg maar. Misschien heb je dat toch vaker met gasten hierover gehad. Maar ik, ik, nee. ik sluit me daar volledig bij aan. Ja. Maar ja, komt misschien ook door mijn leeftijd. Ik ben denk ik wel een paar jaartjes ouder dan jij bent. Dus ik heb ook nog gemerkt hoe het vroeger ging en het verschil met nu en af en toe dan verbaas ik me er nog steeds over ja die technologie gewoon van uh, te gek De hele, hele wereld heb je gewoon in je telefoon gewoon in je hand ja hele muziekcataloges niet alleen hip hop maar alles uh, ja het ja is, het is het, het is daar ja. het kan, is allemaal daar ja je kan doen wat je wilt doen en dat is uh, leuk en het klopt wat je zegt. Ik heb dit nog niet eerder met een persoon over gehad, tenminste op mijn podcast. Oké. Okay, okay. Maar ik sta er soms ook gewoon versteld van. Van, wow, er staan gewoon nummers op, ja. waardoor ik dus nu kan leren wat er allemaal gaande is in de scene of wat er door iemands hoofd gaat. Weet je, zo van. Um, ik zat laatst ook gewoon een uh, heel discografie van Ratman te luisteren. Ja. ja. Dat kon ik vroeger niet. Nee. Want vroeger was het CD kopen inderdaad. Ja. En, of CD lenen van iemand. En anders, uh, ja. En Daarom... Je hoorde dat wel eens op de radio. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, in jullie tijd is het misschien uh, uh, Dutch Masters. Zeker, ik, ik, zeker. Ik, ja. ik, kwam, ik kwam in de periode, ik was net naast. Ik kwam volgens mij in de periode van 3 voor 12 XL. Toen werd illegaal Download al een beetje geaccepteerd. Oké, oh, oké, okay, en... okay, yeah. ja. Met de Napster of zo? Of ja, het, was dat ook alweer? N de... Napster, Kaza, LimeWire en dat soort dingen. Ja, toch? Ja, ja. En dan had je niet eens alle albums kunnen checken. Nee. En nu, nu, nu kun je gewoon, pap, klaar. Ja, dat is gewoon ongelooflijk uh, luxe. Ik bedoel, hè? je hebt het over Rapman. Um, ik weet gewoon nog dat die eerste plaat uitkwam in, uh, weet ik veel, 92, 93 ofzo zo. The What of... Thee, toch? Wat zei je? The What Thee album, toch? Uh, nee, volgens mij was het Time for Some Action of was dat een nummer ja, van hem? Uh, dat is een nummer van hem. Volgens mij was het The What t The... Ik vergeten hoe die... Hoe, die, hoe, die, hoe, die... Hoe, het, hoe het album zelf ook al heet. Ja, maar... maar in ieder geval... Uh, um... Ja, dat was die Time for some action. Dat was, uh, dat, daar zat dat nummer. Tenminste, op. dat nummer stond daar sowieso op. Ja, en, uh, ja, klopt. Volgens mij hing hij toen met, uh, met EPMD en zo. En toen ja. Op een gegeven moment uh, had hij gewoon voor het eerst een eigen album. En ja, dat is zo anders dan, dan nu. Daar, daar, ja, daar leeft hij gewoon bijna naartoe. En dan kocht je dat album. En ja. dan ging je echt dat hoesje bekijken en lezen. En dan had je ja. het met elkaar erover. En uh, ja, en nu, nu kan je gewoon alles. Check nou, aan. de ene kant is het heel tof, maar aan de andere kant uh, is het ook een beetje vluchtig of zo. Ja. Ik weet niet. Dan check je een nieuw album. Mensen hebben er super lang aan gewerkt. En dan ja, heb je het even 10 minuten en hup, volgende album. Terwijl dat niet altijd recht doet aan hoeveel tijd ze erin hebben gestoken. Ergens ja, ja. is het ook niet helemaal goed. Maar, nou ja. En daarom vond ik wel weer mooi. En volgens mij was het um, vorig jaar dat ik daarheen was gegaan. En anders was het 2019. Maar uh, even wachten, we zitten nu een jaar in deze pandemie, hè? Ja. ja, even kijken. Maart vorig jaar, toen ging het voor het eerst allemaal dicht. We hebben twee maanden okay. in die lockdown nou, okay. gezeten. Oké, dan, dan was, ja. ik, was ik vorig jaar. Vorig jaar, 2019. Toen, uh, toen uh, um, nee, 2020, ging ik naar het museum van uh, de fundatie in Zwolle. Tof museum trouwens, sowieso Hele, al uh, zo'n soort gek, gek ei-achtig ding zo op dat dak. Ik ben er ook so, één keer geweest, maar ja. Uh, yeah. Ja, ik was erheen gegaan, omdat ik ben best wel fan van Stix uh, van Opgezwollen. En hij had zeg maar een, uh, een album uitgebracht met Kubus. Ja. Yeah. En dat album, dat was exclusief alleen te horen in de fundatie. Okay. En daarna zal die album nooit meer naar buiten okay, worden yeah. gebracht. En de achterliggende gedachte was namelijk: van... Hij had zoiets van. Er worden zoveel muziek geconsumeerd. Weet je, via Spotify. Ah, ja. het is zo gemakkelijk ja. om een play te drukken. Ja, eigenlijk en hij, dat verhaal wat, wat ik net vertelde. Juist. En hij had zoiets van: Oké, okay, ik uh, wil het toch anders doen. En zo ja. kwam Red Bull wel bij hun terecht. Okay. En toen heeft hij gewoon in de fundatie een, een, een heel. Heel album gepresenteerd aan de hand van visuals en muziek. En teksten aan ja, de muren. Dat ik denk niet. van, oké, okay, dit is wel een manier van. Ja. Maar toen dacht ik, toen ik dat, toen ik dat reclame ook zag, toen had ik zoiets van: oké, okay, dit vind ik interessant. Want ik zet eigenlijk weinig stap uh, op een plaats als Wolle. Let me check this out. Dus ik ben de stad eerst gegaan, toen ben ik de fundatie. Toen dacht ik: oké, okay, nu snap ik waarom jij dit doet. Ja. Je doet het voor je stad, maar je bent ook aan het checken van oké. Okay, hoeveel. Hoe, uh, wat hebben de fans voor over om, zover, om zo dicht mogelijk bij het nieuwe album van Sticks te zijn? Dus ja, dat vond ja. ik wel weer mooi. Daarom vind ik leuk wat je, ja. wat je nu zegt. Ja, nee, maar zo, zo is het uh, wel, denk ik. Uh, ja. ja, dus. Uh, dus uh, ja, dit soort dingen mis ik ook. <laughs> ja. Vooral zeg maar, ja. als een artiest een album heeft uitgebracht, dat je even door die CD hoesje kan kijken. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb een hele, hele cd-verzameling thuis. Yeah. Dat is ook een beetje oudbollig of zo inmiddels. Of, uh, het is zelfs zo erg. Ik, uh, ik heb, mijn cd's heb ik op uh, volgorde van uh, jaartal staan. Wauw. Dus uh, het begint bij mij in 1985. Rundium C. <laughs> Ja. Nou, toen was ik nog net niet. Toen luisterde ik daar nog niet naar. Ik ben pas, denk ik, eind jaren tachtig echt uh, een beetje die hip-hop gaan, uh, gaan checken. Tot 2016. En toen heb ik ongeveer mijn laatste CD gekocht. Dus tussen 85 en 2016, die kast staat helemaal vol met allemaal, allemaal hip-hop. Ja. Het is ook niet zo gek, want 2016 was ook de introductie van. Terwijl Spotify bestond al een tijdje, dat was nog in een soort van testfase of zo. Ja, ik, ik denk dat het wel wat, wat langer uh, bestond eigenlijk al dat, dat Spotify, maar... Uh, 2016 je, kregen ze meer erkenning. Ja, in ieder geval voor, voor, voor mij was het zo op een gegeven moment, ja, het was ook niet meer echt een noodzaak om ja. weer een cd te kopen. Er mm -hmm. uh, was nog een periode dat heel goedkoop op uh, Marktplaats ook allemaal cd's werden aangeboden. Ik denk, oh, ga ik op die manier een beetje mijn verzameling uh, aanvullen? Ja. Maar tegenwoordig denk ik... Ja, ik heb dat eigenlijk ook niet meer nodig of zo. Dat, dat, je groeit daar ook in mee. Ja. He, dat, uh, waar we het net over hadden. Zo'n zo boekje en rustig bekijken. Dat heb ik heel lang heel tof gevonden. Maar nu denk ik... Ja, waarom eigenlijk? Weer zo'n fysiek product. Uh, ja, ik vind het ook wel prima... om gewoon lekker op mijn telefoon te luisteren of zo. Ja, dat, ja, ja. Uh, yeah. ja. Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld... jij ja, je ja, hebt Spotify. En uh, dat zei ik vorige, vorige keer ook uh, in de vorige aflevering. Maar ik gebruik bijvoorbeeld Apple Music. En um, mijn redenen dat ik Apple Music gebruik was puur omdat zij in ieder geval een bredere content hadden. Zeg maar. Als een artiest ja. bijvoorbeeld een album heeft uitgebracht, het is vrij vers of het is de, een jubileum, staat er onderaan altijd de vid bijbehorende videoclips. Dat okay. vind ik altijd leuk, want ja. ik, heb eigenlijk, ik wil zo min mogelijk naar YouTube gaan op ja, dat ja. moment. Ja. En er staan ook extra materialen, zoals interviews rondom dat album. Waarin oh, de okay, artiest zichzelf okay. dus ja. zelf uitlegt. Ja, je weet, Tof, dat, ja. ja dat, dat, dat vind ik dan wel weer leuk. Snap ik, snap so, ik. Ja. Soms heb ik ja. wel het gevoel van: oh, dit is die extra boekje. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> of, of met, uh, nou ja, om nog maar eens iets ouderwets te noemen: uh, DVD's. Ja. Hè, dan, dan had je bijvoorbeeld uh, één DVD, dat was dan de film. Maar dan had je nog een extra DVD en dat was dan The Making of. Yes. Ja. ja, dat was ook, ook tof. Als je ze, ja. Om dat te checken, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, ook, ook dat is inmiddels alweer uh, achterhaald, natuurlijk. Ja. Maar dat is zeg maar. Um, Oké. Okay. Nee, interessant, man. Leuk, leuk. <laughs> leuk. Crisis. Ik ga dat, ik ga dat opslaan. Um, ja, Crisis. Daar, daar hadden we het over. Ja, inderdaad. ja daar uh, hadden we het ja, over. Ja. Inderdaad. Oh, sorry. Um, volume stond even iets. Uit. Maar. Wat. Is jouw all-time favorite tune? Wat voor muziek, welke muziek houdt jou in balans? Nou ja, qua muzieksoort, dat is heel makkelijk. Dat is hip-hop. Ja. Soms denk ik van ja, ik, ik moet eigenlijk ook uh, genoeg kennis hebben over andere muzieksoorten. Dan, dan, ik heb zelfs een boek uh, twee jaar geleden gekocht en dat heet uh, De 1001 Beste ja. Albums Ever. Ook vanaf de jaren 50 tot nu ja crazy wat mensen zeg maar beschouwen als de beste albums. ik mm -hmm. dacht van ik moet mezelf daar op een gegeven moment ook een beetje in schoelen. schoolen zeg maar. want altijd maar die hip hop. ik blijf het ja sowieso hip hop vind ik altijd tof. blijf ik altijd tof vinden denk ik. maar af en toe denk ik ik moet ook eens een keer wat breder gaan kijken. dus heb ik soms wel eens van die fases dat ik denk van ik moet wat meer uh, jazz gaan checken of uh, andere muziek. Mm -hmm. en uh, nou ja dat heb ik onder andere dus geprobeerd door dat boek aan te schaffen. <laughs> en, uh, nou ja, waar we het dus net over hadden, weer bijvoorbeeld Spotify erbij te pakken. Dan, dan lees ik iets over een bepaald album uit de jaren zestig. Ik denk, nou, ik zoek het er even bij. En dan heb ik gewoon lekker even een luistersessie. Ja. Yeah. En dan kom je gewoon ook hele verrassende dingen tegen. Yeah. Maar ondanks dat blijf ik toch altijd weer terugkeren toch, ja, naar mijn eerste liefde, zeg maar. En ja, dat is toch, toch hip-hop. Yeah, 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 yeah. dus hip uh... Ja, ja, ja. Dus hip-hop blijft. Ja, dat blijft gewoon echt. Uh... Mijn ding. Op een gegeven ja. moment dacht ik, nou ja, ik uh, groei er misschien overheen. Of uh, ik ga andere muziekgenres nee. misschien ook toffer vinden. Maar uh, nee, het gebeurt niet. En uh, <laughs> ja, ja. Ja, prachtig man. Ja, toch? Ja, ja. Mooi, mooi. Dat is een uh, goede opening, om maar zo even te zeggen. Ja, ja raar, man, dit is nog maar de opening. Kan je nagaan. Volgens mij zijn we alweer een kwartier aan het praten. Man. <laughs> ja, je bent scherp. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja man, want... Ja, hey, voor, voor, voor duidelijkheid, nu weten ze: hey, je bent een hip fanaat um, Jij hebt ook iets gedaan met hip-hop: uh, radio gepresenteerd. Ja. Break North. Dus ja. um, even kijken. Voor mij was Kraantje. En voor Kraantje was, ja, ik moet zeggen, Kraan, Roelie, Airbag. Ja, ja, we hebben het nu over Break North. Ja, inderdaad. Break North, inderdaad. Uh, uh, toen Break North begon. Ja. Dat was ook wel een ding in Groningen hoor. Dat was ook best wel sensationeel, vond ik. Uh, dat er gewoon een hip-hop-radioshow uh, ja, hip was ja. in Groningen. Uh, waar je niet alleen uh, mm -hmm. nou ja, Amerikaanse hip-hop uh, kon checken. maar ook maar ja. gewoon uh, ja, Groningse hip-hop. Waar ja. Waarbij je gewoon met je eigen gemaakte dingen. gewoon ook naar de studio kon gaan. En dat het ook True. gedraaid werd. En dat je dat gewoon op de radio kon horen. Dat was echt uh, heel tof. Ja. Uh, in het begin deed uh, Dr. Olafsen. Ja. Uh, ...was de presentator. Ik, ik had die gast eigenlijk nog nooit echt eerder gezien in Groningen. Ik ook niet. En in één keer popte die op... ...en had die samen met Lopro gewoon ja. een hele toffe radioshow. En dat was gewoon het begin van, van Break Noord. Dat stond gewoon vanaf dag één... ...voor mijn gevoel al gelijk bam op de kaart. Ja. En uh, ja, toch ja, redelijk snel is hij er ook weer mee gestopt. Uh, daarna heeft uh, Gio het nog een tijdje gedaan. Een jongen ja. uit uh, Assen, presentator... Uh, die heeft het helemaal eigenlijk niet zo heel lang uh, nou ja, volgehouden. Uh, Sam heeft het nog een tijdje gedaan. Ja, ja, Sam. Uh, ja, ja, uh, ja, ja. Ook uh, niet zo lang. En volgens mij was dat het moment uh, ja, dat ze mij erbij gevraagd hadden. Van, Wacht even, uh, Sam is die graffiti artiest toch? Nee, nee, nee. nee is, uh, wel uh, tekenaar is hij. Uh, tekenaar, ja, sorry. Tekenaar. Ja. ja, ja, Sam. Ja, ja. ja, ja. ja ik weet niet of je die kent. Ja, ik ken hem wel, maar ik, ik, uh, hij, had, hij had nog een, nog een alias-naam, toch? Ja, Sam, Sam Peters. Sam ik, Peters, ja, ja, Sam ja Peters, dus, nou, precies. Dat is de echte naam. Ja, ja, Sam <laughs> ja. Peters, ja. En uh, nou, Sam kon dan ook niet altijd. En op een gegeven moment uh, nou, wisten ze natuurlijk wel. Sam is dan weer een vriend van mij. En ja. die wist dat ik ook hip-hop tof vond. En uh, die had zoiets, nou, misschien kunnen we een bassus vragen om uh, te presenteren. En nou, dat is één keer gebeurd, dat is twee keer gebeurd. Yeah. En op een gegeven moment, uh, voordat ik het wist, uh, ja, was ik gewoon. De presentator van Break Noord is. Dat? Ja, ja vond ik super tof natuurlijk. Ja, ja. super mooi. En dat heb ik toch een paar jaar uh, gedaan. Maar ik zat echt even te graven. Ik dacht, oh, waarschijnlijk gaan we het hier ook over hebben. Van ja, wanneer is dat geweest? Ik denk ook 2005, 2006, 2007. Ja. Misschien een beetje die, uh, die periode. En toen uh, kwam jij er ook af en toe bij. En op een gegeven moment uh, heb jij het stokje overgenomen. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, zeg maar, na jou kwam. kwam... Kraantje Papi heeft er natuurlijk ook nog een uh, tijdje gedaan. Uh, kraan, op... Rulli en uh, Airbnb. Die, ja. die hebben het ongeveer anderhalf jaar gedaan. Als, als, als ik af en toe niet, niet kon, dan, dan belde ik uh, Kraan op. Ja. <laughs> en uh, nou, daar kwam hij eraan met, met zijn Walkman. In, <laughs> weet ik veel, 2008 of zo, 2009. Dus da daarvan ja. had ik al gelijk zoiets van... Oké, okay, dat vond ik ook toch tof natuurlijk. Omdat ja. ik voor ook met een Walkman heb rondgelopen... Maar uh, die tijd, ja, een Walkman, dat was natuurlijk al lang en breed achterhaald. Maar ja. dan kwam hij ook met, uh, weet ik veel, rapman of zo, op zijn Walkman. En dacht ik, hm, ja. oké, okay, okay. <laughs> Ja, hij is echt een rapman guy, uh, person. Volgens mij, rapman, Bus rhymes. Door hem ben ik eigenlijk veel naar rapman gaan luisteren. Ik moet wel hem die coach zijn geven, Want voorheen had ik zoiets van ja, dope. Ja. Maar ik had toen meer met Method Man of zo. Ja. En met uh, Toys met, met, met B.I.G. En toen hij zo. Lyrisch was en hij begon te praten over Redman en over Ludacris. Toen dacht ik van: Oh ja, Ludacris is ook tof. Ja, zeker. Ja. Toen ja, dacht ja. ik van: Oh ja, maar hier, hier heb je mij. Hier ja, heb ja, je ja, mij. Dus ja. ik, ga, ik ga het sowieso zo zo checken. En uh, ja, sindsdien ben ik daar ook weinig voor weg te krijgen. Of zo. Als, ik, als ik één keer in de zoveel tijd denk: ik van, Oké, okay, body words, let's play it. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, kwam jij ook steeds vaker in ja. beeld. En uh, nou ja, je hebt het helemaal... Uh, ja, je, je doet het nog steeds. Uh, ja, uh, ik doe het nog steeds. Zei ja. je dus. Uh, ja. Ja, ja, respect man. <laughs> ja. <laughs> ja, ik zit daar nu wel tien jaar. Misschien wel de langst... Nou, Lopro is de allerlangst. Maar persoon die eigenlijk continu stopt... Ja ja ja, 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 ja. presentator, zit ik wel langst. Ja, we hebben nu natuurlijk over de hosts. Maar uh, sowieso, shout-out naar Lopro. Die natuurlijk van dag één tot nu... Uh, we hadden het net over. Uh, vijf jaar geleden hebben we elkaar voor het laatst gezien. Dat, was, dat stond in het teken van het 15-jarige bestaan van Break ja, Noord. Klopt. Dus dat programma bestaat onderhand al 20 jaar. Mm -hmm. Ja, crazy. Crazy, man. Toch? Ja. ja, en ondertussen zijn er heel veel dingen uh, gelukkig uh, goed uh, afgelopen of goed gebeurd, uh, gelukt. Zoals bijvoorbeeld Radio On Demand. Weet je dat je het even terug kan luisteren via podcast, ja. YouTube-shows, um, events. Dus ik ben, ik ben best wel blij, zeg maar, um, dat het nog bestaat. Tot nu toe. Ze bestaan nu, dit jaar, 20 jaar. Ja. 20 jaar, crazy. Dat dacht ik dacht ook van: ik zat ook een keer naar hem: van: kun je wel realiseren dat jij 20 jaar dit hebt gedaan of zo? Ja, nou ja, dat, dan, dan, dat, dat zegt ook wel wat uh, hoe, hoe diep die uh, ja, liefde, denk ik, zit. Ook voor hiphop ja. uh, bij hem, denk ik. Anders hou je het echt niet twintig jaar vol. Nee, sowieso niet. Sowieso shout-out naar Break Noir, shout-out naar iedereen die daar sowieso betrokken was. Ja. We ook één naam. Frequent, die was ook wel eens betrokken, toch? Frequent heeft ook wel eens uh, gedraaid ja. daar ook. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. En ongetwijfeld nog, nog veel mensen, meer ja. mensen die we me nu vergeten. Maar, uh... Col ja, Col Colin. Ja, Colin. Volgens mij ook wel eens gepresenteerd. Zover ik weet, Loper heeft er nog wat vaker over gehad. Dus sowieso uh, shout-out aan ja. iedereen die daar uh, wat heeft gedaan, man. 100%. Ja, toen ik presenteerde, toen, toen vroegen mensen soms ook wel eens van, heb je enig idee hoeveel mensen er eigenlijk naar luisteren? Ja. Daar was ik zelf ook wel benieuwd naar, maar ja, daar kon ik eigenlijk nooit achterkomen. Nee. Dus voor hetzelfde geld luisterde er maar met tien man naar of zo. Maar ik denk dat het tegenwoordig ook wel makkelijker is nu het digitaal is uh, ja. Ja. qua streams, dat je dat makkelijker kan checken of niet? Ja, via streams uh, was het sowieso altijd makkelijk uh, te checken. We waren een tijdje ook te horen op uh, Spotify. Nou, dat ging echt als een tierenlier. Dat, uh, dat uh, varieerde wel, weet je? dan had je boven de 500. Ja. Weet je, en dan kijk je weer waar komt het allemaal vandaan. Oh, ja, nee, dat is interessant. Ja. Weet je, en dan, oh je ziet Groningen, je ziet Friesland, je ziet Curaçao. Oké, oké. Snap je <laughs> wat ik bedoel? En ja. Suriname, denk je van, wow, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dit vind ik gewoon gruwelijk. Ja. Snap ik snap? Ik. Ja. 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 Ik, ik heb wel zelfs een bericht gekregen van een Amerikaan van, yo, your playing the records is so dope. Where do you come from? Oh ja? ja, dat is gewoon. Ja, ja. Geef je toch een goed gevoel. Dat ja, je gewoon. Ja. Uh, ja. Eigenlijk echt, in principe wereldwijd gewoon uh, beluisterd wordt. Ja, man. Uh, dus toch... dat, vond ik, uh, dat vond ik sowieso keihard, man. Ja. ja. Maar goed, jij bent hier. Ik jij ben hier. Ja, Mooi uitzicht. Ja, prachtig. We zitten hier, wat is het, drie hoog, vier hoog of zo. Mooi uitzicht over Groningen. dus. Uh, prachtig ja. stekje van Promario. Yeah. Ja, man. De Balanspodcast, je bent er. Ik ben blij dat je er bent. Want. Uh, ik uh, ben je natuurlijk uh, nadat je Break Noord hebt verlaten, af en toe wel eens gaan volgen. En uh, nu kan ik jou uh, productief volgen op het internet uh, met uh, uh, Aval Bas. Wij leggen ze even uit. Afval Bas, van MC Marvel naar Afval Bas. Nee, Afvalbas. Bas. Ja ja. Ja, 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 ja. Ja, het is een uh, vreemde sprong uh, geweest, inderdaad. Ja. Ik weet niet of je het ook helemaal los van elkaar uh, moet zien. Maar inderdaad, de laatste tijd ben ik, uh, ben ik daar wel, uh, wel druk mee. Ja. Um, ja, even om bij het begin te beginnen. Ik, uh, ongeveer tien jaar geleden, twaalf jaar geleden dacht ik, uh, ik ga eens, uh, hardlopen. Had ik al tijden had ik het plan gewoon een beetje, een beetje fit worden. Mm -hmm. Hardloopschoenen gekocht. Nou, ja, zoals wel meer mensen denken op een gegeven moment van ik uh, kan nou, ja. even iets actiefs doen. Uh, ja, ik, ik hield het in het begin uh, nou, nog niet eens een kilometer vol of zo. Was ik al buiten adem. Dus nou, op een gegeven moment ging, ging het steeds beter. Vijf kilometer, tien kilometer. Dat heb ik heel veel jaren gedaan. Gewoon lekker in de buitenlucht. Gewoon even lekker ontspannen. Ik kan het iedereen aanraden. Um, maar op een gegeven moment uh, zat ik ook bij Strava. Ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n soort hardloop-app, fiets-app. En dan kan je ook uh, andere gasten checken. wat voor yeah. ronden die gefietst hebben. en hoe snel en uh, wat ze gelopen hebben. Yeah. Kan je ook fotootjes bij plaatsen? En toen zag ik uh, iemand die ik volgde. Nico heet die gast. Uh, had hij een foto van een vuilniszak geplaatst. Ik denk: huh? uh, oké, okay, je bent hardloper en een vuilniszak. In eerste instantie kon ik die link niet helemaal leggen. Maar hij had ook een verhaaltje bij uh, gezet. En dan zei Van God, tijdens het hardlopen. Um, ja, ben ik gewoon her en der wat, wat, wat troep wat ik onderweg tegenkom wat, wat blikjes en dik uh, veel sigaretpakjes uh, en zo. Ben ik gewoon op gaan rapen en in die vuilniszak zak gaan stoppen. En uh, aan het einde van zijn rondje ja had hij gewoon bijna zijn hele vuilniszak vol. Zoveel zwerfafval was hij eigenlijk tegengekomen. Ja. Um, nou, had hij eigenlijk maar één keer gedaan. En uh, daarna ging hij gewoon weer hardlopen. Maar dat idee liet me toch niet helemaal meer los. Want de eerste volgende keer toen ik gewoon een rondje ging lopen... Uh, al die tijd had ik het nooit gezien, was het me nooit opgevallen, maar toen voor het eerst dacht ik van... Hey, dus wat ligt er eigenlijk veel, veel troep overal op straat? Man? Ja. Uh, toen dacht ik, nou weet je wat, ik, ik ga het ook gewoon eens proberen. Ik pak ja. ook een vuilniszak en in eerste instantie bij elk papiersnippertje, bij elk bierdopje stopte ik om het op te pakken en in die zak te stoppen. Dus het schoot gewoon niet op. Dus de eerste keer was niet zo'n succes. Ik dacht van, nee, nee man, dit, 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 is niks voor mij. Nee. <laughs> en uh, toen dacht ik, nah, zo snel wil ik het ook weer niet opgeven. Dus die week daarop dacht ik, ik ga het nog één keer proberen. Ja. En dan Ga ik me gewoon vooral richten op iets groter spul, gewoon die, die blikjes en uh, weet ik veel pakjes, wat je gewoon makkelijker, makkelijk tijdens het rennen gewoon op kan pakken in die zak kan stoppen, door kan rennen en. Uh, ja, dat beviel me eigenlijk beter. Dus ik kwam inderdaad ook thuis met een hele zak met vuilnis. En in plaats van die gelijk weg te gooien, dacht ik, ik ga het gewoon nog wat extra mee doen. Ik, ik gooi die, die zak gewoon thuis in mijn tuin op de kop. Ja, klinkt een beetje ja. gek, maar uh, ging ik allemaal uh, uitstallen, al die blikjes en al die troep. En daar heb ik een foto van gemaakt en die foto ja, die heb ik ook gewoon erbij gepost. Krijg ik heel veel reacties op. Van, oh, is het wat een troep allemaal? Dan heb je het allemaal verzameld ...en tijdens één rondje hardlopen? Ik zo. Ja, ja het is echt zo, ik uh, kan er ook niks aan doen. Maar... En sindsdien ja. heb ik eerst nog een tijdje één keer gerend met zo'n vuilniszak en de andere keer zonder. Maar elke keer als ik dan zonder rende, dacht ik van. ja, Ik zie nog steeds al die troep. En... Je voelt je naakt. Ja, niet echt naakt, maar meer van. Uh, ik voel me nutteloos. Ik denk van Hoeveel moeite is het nou voor mij? Yeah. Om, ik loop er toch langs om even wat spul hup, 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 mee te nemen in die mm -hmm. zak. En uh, ja, het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Op, op een gegeven moment ging ik gewoon elke keer, ook hardloop rondje, ging ik gewoon met zo'n zakken rennen. Dus ik sloeg er ook mm -hmm. een beetje in door eerlijk gezegd. Yeah. En ik snap ook als je luistert van, eh, dat niet iedereen dat kan begrijpen. Maar op de een of andere manier had ik gewoon die klik van... Hey, ja, uh, ja, dit, dit vind ik tof. Ik ga je gewoon voorlopig mee ja, door. Eerst ja. een week en toen een maand. En ja ik, ik ben hier gewoon nu al... weet ik veel, maanden en maanden mee bezig. Ja. Gekkenhuis, ja. ja. Dus uh, ja, ik, ik... Nee, maar ik, ik, dat vond ik te gek. Want het, bij mij dacht ik ook eerst van... oké, okay, maar waar, 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 waar is Bas mee bezig eigenlijk? snap <laughs> ja, ik, snap ik. Ik, het, dacht, ik, snap van, het, ik, ja. ik dacht van... oké, okay, ik... Ik, 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 uh, ik snap hem niet, maar totdat ik dus... Film, filmpje zag dat ik dacht van... ...wow, oké, okay, dit is gewoon heel tof... ...sporten. Want je gaat hard lopen. oké, okay, ik ben bij de stoplicht... ...ik pak dit, stop in mijn zak... chop, ik ren weer verder. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... ...dit is interessant. En ik dacht... ...voornamelijk aan een aantal dingen. Ten eerste is dit sowieso al goed voor de sport. Goed voor het milieu. Weet je, dus je houdt eigenlijk... ...je probeert de straat zo clean mogelijk... Uh, ...te maken... Daardoor kun je ook weer andere mensen zeg maar, stimuleren. Maar lichamelijk is dat ook goed. Want ja. je jogt al, maar je bukt ook. Snap je? Ja, dus ja, bukt ja, om klopt, iets te ja. pakken. Dus ja, in, in sport ja, wordt dat een beetje je spieren, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een bepaalde ronde, hele een hetzelfde tempo rennen, ja. is het gewoon even weer stoppen, bukken, ja. verder rennen. Kriskras over de straat. Dus dat maakt het gewoon wat afwisselender ook, zeg maar. Ja, en merk je ook, zeg maar, nu je dat al aan het doen bent, dus rennen, merk je ook bijvoorbeeld dat je nu extra meer calorieën bijvoorbeeld verbrandt? Of hou je dat nog niet echt in de gaten? Dat hou ik ook niet echt in de gaten. Ik moet zeggen, ik heb ook al lang niet meer op de weegschaal gestaan. Ik ben sowieso niet een persoon die aanleg heeft om dik te worden of zo. Dus ik ben sowieso een slank iemand. Ja. Uh, maar ik kan me wel voorstellen inderdaad uh, ja, dat dat wel helpt als yeah. je, je wil afvallen. Hè, uh, dat je bijvoorbeeld niet alleen gewoon een rondje gaat hardlopen, maar dat misschien afwisselt yeah. met, met, met zoiets als dit erbij. Dus, uh, en wat jij zegt, het heeft gewoon verschillende voordelen voor, voor jezelf. Yeah. Uh, ja, ik vind het dan heel, zelf, heel tof bijvoorbeeld, uh, dan, dan loop ik op zondagochtend even zo'n rondje door mijn wijk. En dan zondagmiddag dan ga ik gewoon nog even een stukje wandelen of zo en dan... Ja, dan weet ik gewoon, oh, hier lag allemaal troep en hier. En, uh, is het ja. Nu lekker, lekker schoon. Het enige is, als je een paar dagen later weer komt, dan ligt diezelfde troep er weer. En dan week in, week uit. Dus ergens word je er ook wel een beetje, uh, ja, een beetje pessimistisch van of zo. Dan denk je, ja, waarvoor doe je het <laughs> allemaal? <hè>? Dat, dat <laughs> gevoel kan je ook heel snel hey. hebben. Want ja. Hé, <laughs> hey, uh, gemeente Groningen, ik weet niet of jullie dit gaan checken, maar. Uh... Als er een afvalpolitie nodig is, dan. Ja. <laughs> ja, ik, ja, zelfs voor die gemeente Groningen, dat is gewoon niet, niet bij te houden. Als nee, het, toch? Uh, zo snel dat er weer opnieuw troep ligt, Dat uh, ja, lijkt veel mensen gewoon niet uit te maken. Nee. Het allemaal, maar. wat er elke keer weer op die, die grond gesmeten wordt. Ja. Het, uh, ja, ik vind het wel bijzonder eigenlijk. Ja. Uh, yeah. Want wat, wat is het dan, zeg maar. Want ik, ik vind dit, dit, dit vind ik interessant om dan nog een keer uh, duidelijk te maken. Maar wat, wat is nou het meest bijzondere. Uh, blik of, of, of uh, voorwerpsel wat je nu tot nu toe hebt gepakt? Een iPhone. Een S werkende iPhone. <laughs> Echt? Ja. ja. <laughs> maar daar zit wel een beetje een verhaal aan vast. Ja? Uh, een paar weken geleden was ik op vakantie in Zeeland. En ik dacht, uh, ik ga daar gewoon ook lekker een rondje hardlopen. Had ik ook mijn hardloopschoenen meegenomen. Het leek me heel tof om gewoon <laughs> lekker over het strand te rennen. En uh, terwijl ik over het strand rende... Nou, kwam ik her en der ook al wat mondkapjes en zo tegen. Ja. Tot op een gegeven moment zag ik daar een telefoon in het zand liggen. Dus ik pak hem op. Hij werkt ook nog, een iPhone. Ik denk, dit heb ik nog niet eerder gevonden. Dit nee. is wel een uh, goede vondst. Ja. Maar ik zat tegelijkertijd te denken van, ja, wat, wat moet ik eigenlijk mee, mee doen? Ik vind het ook wel een beetje lullig voor degene die hem verloren heeft. En, uh, ja. Dus daar zat ik een beetje over na te denken. En op dat moment kwam er ook een moeder met een dochter, met een puberdochter, kwam er naar mij toe. En die waren ook al uh, her en der op het strand aan het zoeken. Want die dochter, die was dus haar telefoon kwijt. Ja. Dus die vroegen mij: van, Goh, uh, meneer, uh, heeft u een telefoon gevonden? Ja, dan kan je verschillende dingen doen. Dan kan je zeggen: Van uh, ik heb niks gezien en doorrennen. Maar ja, ik ben gewoon een eerlijke jongen. Dus ik Heerlijk. zei, uh, Nou, dat, dat uh, treft. Want ik heb inderdaad de telefoon gevonden. En ja, die was super blij natuurlijk. Helemaal voor zo'n puber. Alles, haar hele leven zit gewoon in die telefoon. Dus uh, ik kreeg heel veel bedankjes... En, uh, Heerlijk. Ja, dus het was van korte duur dat ik even met die telefoon in mijn hand stond. Maar ja, uiteindelijk is dit ja. toch het tofste gewoon, om het gewoon weer terug te geven. En, uh, dat vind ik ook nou. Ja, toch? Ja. Je kan iets vinden. Je kan het houden, maar het zit je toch niet lekker. Vind ik hoor. Nou ja, <coughs> uh, en nu helemaal, als je weet van, oh ja, dus net kwijt ga is er naar op zoek. Ja. ja tuurlijk, uh, hier heb je hem bedoel Ik heb zelf een telefoon, uh, ja, van ja, mij niet uit. Nee. Maar als je iemand daarmee weer gelukkig kan maken, we, je, we praten natuurlijk. Oh, maakt het uit, oh, is het een, een Samsung of whatever. Iemand heeft daar. Er zijn mensen die hebben een bepaalde band met, met, met een apparatuur. Misschien is dat hun eerste iPhone. Apple. Bijvoorbeeld. Ja, ja. 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 ja ik, ik voel me altijd schuldig als ik zulke dingen in mijn, heb, van in mijn zak stop of zo. Ik ja. weet niet. Ik, ik ga er niet lekker op. Nee, ik had nou, hem in eerste instantie denk ik van ja, ik moet er wel iets mee doen. Ik had hem al eigenlijk ja. in die veldenzak gewoon bij die blikjes en al die andere troep gegooid. Ik denk, ik neem hem gewoon eerst mee naar huis en dan uh, ga ik even kijken uh, nou ja, of, of ik de, de eigenaar uh, weet ik veel terug kan vinden of in, in contacten uh, dat ik met iemand bel ja. van goh, ik heb een telefoon gevonden. Uh, nou ja, weet je van wie dit nummer is of zo. Maar goed, dat hoeft allemaal niet, want de eigenaar die, uh, die kwam er al aanlopen. Ja. Dus ja. Eindgoed al goed. Maar de, ja, dat, dat is wel het, uh, het vreemdste, denk ik, wat ik wat ik gevonden heb. Ja. Ik volg op Instagram ook wel uh, ja, ook andere lui die hier ook mee bezig zijn. En dan kom je ook wel gekke dingen tegen. Allemaal uh, geld of zo vinden ze, ja. of andere dingen. Maar uh, ja, negen van de tien keer is het toch weer diezelfde. Zijn het weer diezelfde energiedrank, uh, Blikjes van Red Bull, of uh, de cola blikjes, of uh, de Marlboro sigarettenpakjes. Dat, uh, ja, ja dat, dat, dat blijft gewoon uh, terugkomen eigenlijk. Ja. Ja. En als je nagaat, zeg maar, alles wat je dus vindt. Ik hou me er niet altijd mee bezig, maar je, je noemt nu dus frisdrank. Hè? Uh, uh, bijvoorbeeld Red Bull. Um, Pak je sigaret. Het zijn wel vaak die ongezonde materie eigenlijk. Ook dat nog eens een keer, ja. Ja, ja. maar dat je, dat je, soms, soms denk ik echt, uh, want iemand zei een keer tegen mij van... Hé uh, hey Romario, we zitten hier. Ben jij uh, ik was ergens backstage. Ben je Red Bull? Dus ze kijken Ik zeg: Nee, man. Serieus? Dit is die Reboel, hè? Ik zeg: Nee, man. Ik ga er echt niet lekker op. Nee. Ik zeg: Ik kan me niet eens bij voorstellen dat jij het lekker vindt. Ik zeg: Weet je wel waar Reboel voor gemaakt is? Nou, op een gegeven moment zaten we daar gewoon gesprekken te voeren in plaats van items schieten op ja, festivals. weet ja, ja, ja. ja, ja, ja. toch? Dat ja, ik van. Ja dat hij dacht van oh shit jij houdt me nu wel bezig oké okay, oké okay. je, volgende... je zet hem wel even aan het denken zeg ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. ik zeg weet je wat het kan doen met jou ah, ja, uh, met je hart zeker? met je uh, hart. hartkloppingen krijgen en, uh, ja ik zeg als jij bijvoorbeeld sowieso zwaar aan het sporten bent je bent even duf whatever dan is zo'n oppeppetje zoals een red bull ja. is nog goed ja de is die ja maar ja, goed het gaat me nu, ja, nu gooi ik wel name-dropping, maar het gaat mij meer om het idee van drink het bewust en, en ga niet klakkeloos mee om of zo. Ja, ik, klopt, ja. Ja, sterker nog, ik heb echt nog nooit dat spul gedronken. Ik vind het elke week, maar ja, uh, ja ik heb het ook iets meer het idee dat het echt meer bij jongeren of zo, dat het vaak door jongeren gedronken wordt. Ja, en, uh, ja ik hou het gewoon bij colaatjes. Ja, ja, ja. ja. Maar, Always koken. Ja, Coca-Cola, ja. Ik zou dat naar dat... Maar, een frisdrank, nee, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ja. ja, nee, maar... Uh, ja, lijp, man. Wat, wat is dan, zeg maar, de oudste blikje wat je bent <laughs> tegengekomen? Dat vind ik nog wel interessant. Dat is ook weer interessant. Dat is ook weer... Uh, op een gegeven moment. Van welk jaar, ja. <laughs> ja. Ja, dat klinkt ook wel een beetje gek. Maar op een gegeven moment dan kijk je eens op de onderkant van zo'n blikje. En daar staat natuurlijk zo'n uiterste houdbaarheidsdatum op. En... Uh, ja, op een gegeven moment, dan uh, kom je iets uit 2015 of zo tegen. Denk je, hè? Dat, dat blikje ligt er al zes jaar. Uh, op een gegeven moment, 2010. Nou ja, geloof ik, geloof 2007 of zo. Dat is dan de oudste die ik tot nu toe uh, ja. gevonden heb. Het is ook niet zo dat ik uh, op de achterkant van elk blikje uh, aan het kijken ben of zo. Nee. Maar, maar ja, ergens vind ik het ook wel weer raar. En ook wel weer een beetje sneu als je erover nadenkt. Hoe lang zo'n blikje, hoeveel jaar dat dan gewoon. Ja, bij jou op de hoek van de straat of in de bosjes ligt. Dat het in al die tijd het is weggegooid en al die tijd ligt het er maar niemand doet daar wat mee. En, nee. Ja, nou, weet niet. Dat vind ik ook uh, ja, bijzonder of zo. Uh. Ja. ja, ik vind het ook bijzonder. Nee, maar, ja. ik, dacht, ik dacht, ik ga het gewoon vragen. Man. <laughs> ja, wat is de oudste blik? je toch? Ja. <laughs> maar, ik, ik, natuurlijk, ik zie, ik zie, ik zie jou meer, meer dan alleen maar blikjes verzamelen en, en foto's klopt, maken. Klopt. Ja. Dus je, je houdt ook nog andere creatie. Klopt. Ja, ja, nog even inderdaad. Uh, even daarvoor. Je zegt: foto's maken. Dat is natuurlijk ook een uh, tof onderdeel. Ja. Uh, een vriend van mij, Patrick van de Weert. Shout out. Uh, aka ja. DJ Frequent, Die uh, ja, weet ik ook geregeld zo gek te krijgen dat hij uh, nou, op zondagochtend met mij meegaat. Ja. En uh, gaat hij foto's maken, filmpjes maken. Ja. En uh, nou ja, dat, dat plaatsen we dan ook weer op, uh, op Instagram of op uh, andere kanalen. Prachtig. En, ja, op die manier. Uh, ja, krijg je ook weer een beetje meer bekendheid of zo. Ik ja. moet zeggen, in eerste instantie was helemaal niks, niks voor mij of zo. Ik zat ook echt een beetje te twijfelen: van, uh, ja, moet ik wel herkenbaar in beeld? Want ergens is het toch een beetje, beetje vreemd of zo. Een ja. beetje zo'n zo gast die wat, wat afval loopt te rapen. Maar uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck it ook. Uh, ja, wat, wat, ja wat, wat is er slecht aan of zo? Uh, dus vandaar dat ik uh, nou, Patrick ook foto's aan het maken is geweest. En af en toe gaat hij met me mee en dat posten we dan weer op Instagram. Dan post ik inderdaad weer zo'n zo zo shot van alle, alle troep die ik verzameld heb. En inderdaad, waar je volgens mij over wilde beginnen... is dat ik ook uh, ja, een beetje van die, van die figuren ermee aan het maken ben. Ja, maar ik ben dat echt een beetje ja. aan het experimenteren er ook mee. Van, ja, wat, wat kan je er verder eigenlijk mee? Ja, ik ja. bedoel, ja, hè, dat weten we dan wel, al die troep dat je dan maar uitstalt... Maar uh, toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel tof. Misschien zou ik er wel eens een, weet ik veel, een uh, figuurtje van Super Mario of zo van kunnen maken. Of uh, weet ik veel, uh, Mickey Mouse of zo. En dan, dat ga je dan proberen en dat, dat, dat werkt dan gewoon. En waar ik ook kijk, ik, ik, ja, ik zie het eigenlijk nergens anders terug. Dus uh, ja, dat is blijkbaar toch iets wat ik uh, nou ja, zelf een beetje heb, heb ontdekt. En de, ja, die ontdekkingstocht, daar ben ik voor mijn gevoel net mee begonnen. Uh, ja, je moet echt voor de grap als je denkt van, waar gaat het ja. allemaal over? Gewoon eens kijken op dat Instagram-account, afvalbast, om, om een beetje een idee te krijgen. Maar uh, ja, ja, ik vind het gewoon wel uh, <laughs> ja. Ja, tof, hè? Ja, nee, ik vind, ik vind, ik vind het uh, heel mooi. Dat is, gewoon, dat is gewoon art, dat is gewoon creativiteit. En... Het, het, het lijkt een beetje, ik weet niet of je dat kent, van die strijkkralen. Ja, 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 Maar, maar dan met blikjes. Ja. Dus het wordt gewoon in één keer bam, gewoon super groot. Ja. Uh, dus ja, ook een van mijn ideeën is inderdaad om dat niet, niet alleen dan op, op de grond neer te leggen, een foto van maken en dan weer weg te halen. Maar op de een of andere manier op te plakken en dan gewoon aan de muur of zo te hangen. Of misschien wel, nou ja, weet ik veel, uh, ja. festivals. Of ik heb wel allerlei ideeën. Dat zou wel vet uh, zijn. Foto's ervan maken. Op het moment dat je er gewoon naar kijkt, dan, dan zie je het niet altijd. Maar op het moment dan dat je door de lens kijkt, dan, dan zie je echt gewoon dat figuurtje tot leven komen. Ja, en omdat het ja. zo groot is, je staat er zelf naast. Ja, dat geeft een heel tof effect, vind ik zelf. Ja. Dus, uh... Want het is heel mooi dat jij zegt nu, uh, festivals, uh, evenementen. Want wat, wat mij ook heel vaak is opgevallen, is dat mensen vanuit de evenementenkring ook nu tegenwoordig een beetje, ik weet niet of je noemt, ecologisch of zo. Ja, toch? Het is vaak van: als je naar een festival gaat, dan koop je een beker. Ja, tegenwoordig. Het is nu zo'n zo geblik... zo plastic beker zo plastic... waar je dan de hele avond of de hele dag mee moet doen, toch? Ja, het ja. Ja. Ja, wordt wel gerecycled. Of we krijgen weer een nieuwe beker. Oh, dat als wel. je weer wat anders wilt drinken. Maar ja, in, op, zal, ik zou het heel vet vinden om daar even op terug te komen. Dat, ja. dit soort, dat, dat wat jij dus nu doet. En waarschijnlijk zullen er nog meerdere mensen uh, hetzelfde doen als wat jij doet. Uh, dat het op een of andere manier wordt geëxporteerd op festivals. Ja, zo van ja. kijk wat iemand heeft gedaan met blikjes drinken. Ja. Wat je op straat hebt gevonden. Ik bedoel, het is, uh, voor de een is het gewoon, uh, voor de meesten is het gewoon afval dat wordt gewoon weggesmeten. Ja. Maar ik had zoiets van, hey, in plaats van afval, kan je er ook iets creatiefs of zo ja. mee doen. En, uh, ja, wat, wat, wat ik zei, ik ben er net een beetje mm -hmm. met die figuren bezig. Uh, ik heb het idee dat, ik, ja, dat er nog veel meer mee uh, mogelijk is of zo. Dus Tuurlijk. Uh, ja. Ja, en de reden waarom ik ook zeg, waarom ik daar, omdat, je, omdat je had dat over festival, waarom ik het juist op festivals wil zien, is. op een of andere manier. Je komt altijd dingen tegen op festivals, afbeeldingen, teksten. Ja. En in het begin zou je denken: oh, whatever. Ja. Maar je neemt het wel mee. Op het moment dat je bijvoorbeeld iets ziet. Bijvoorbeeld wat jij hebt gedaan met die Rups bijvoorbeeld. Of die Super Mario. Ja. Als je alleen dat al vertoont, ja. er zijn sommige mensen die houden zich daarvan mee. Of, 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 of dat, dat ze jou zien rennen, of iemand anders. Dat, dat, dat je op een gegeven moment een blik pakt. Ja. Weet je, dat je één frame hebt, iemand pakt een blik. En die andere die rent met een vuilniszak in de hand. Daarmee kun je ook weer mensen aansteken van... oké, okay, ik doe met je mee. Je weet ja, 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 zeker, zeker. Ja, dat, dat, die, die ervaring heb ik zelfs al. Ja. En dat was eigenlijk allemaal niet, niet mijn bedoeling. Ik dacht in eerste instantie... ik ga dat gewoon zelf lekker rennen ja. En uh, ja, ik, ik ga het op een gegeven moment... gewoon maar op Instagram zetten. En dan, dan ja. zien we wel wat er gebeurt. Ja. Maar dan merk je dat mensen dat gewoon tof vinden. Ja. En sterker nog inderdaad... dat ze zeggen van... goh, ik, uh, ik, 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 ik heb ook wel eens een rondje gerend... of een rondje gewandeld. En uh, ik ben ook wel, wat blikjes op gaan pakken. Dus eigenlijk... Zoals ik ben beïnvloed door, door die foto van die vuilniszak door iemand anders. Ja. Zo merk ik dat, hey, dat mensen ook zo naar mij kunnen kijken. Dat ja. zij dan ook weer uh, daar beïnvloed door worden. En dat ook weer gaan doen. Ja. En ja, dat is gewoon, gewoon tof. Dat het ja. gewoon steeds groter wordt. En ja, het liefste wil je natuurlijk überhaupt dat dat mensen niks op straat gooien. Ja. Of waar ze ook wel mee bezig zijn, dat. Uh, He, bijvoorbeeld uh, Mars-verpakkingen, uh, dat, dat schijnt ook een van de grootste vervuilers te zijn. Dat het, het meeste ook uh, op straat gevonden wordt. Maar nu zijn er ook mensen bezig uh, die zeggen: van uh, Mars, uh, wij willen graag dat die verpakkingen van jullie. dat dat biologisch afbreekbaar gemaakt wordt. Dus op het moment dat het in de natuur gegooid wordt. ja, dan is dat minder schadelijk, bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat soort ideeën zijn er ook allemaal. Uh, ja. Bijvoorbeeld deze maand. Uh, komt de statiegeld op die kleinere plastic flesjes. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, in hoeverre ik dan minder van dat soort flesjes dan uh, op straat vind straks. Dat, dat ik denk oh, wel dat het dat zo is. Dit. Eind volgend jaar komt de statiegeld op blikjes. Dus ik verwacht nou ja, dat er ook bijna geen blikjes dan meer uh, ja. weggegooid worden. Nou, dan wordt het uh, 10 cent duurder of 5 cent duurder. Maar dan als... wordt het duurder, maar nou. aan de andere kant... Nou ja, dat voordeel heb je dan wel, dat, dat er niet, niet zoveel troep meer ligt. Ja. En dat vind ik nog een extra reden om het te doen. Om dat nu gewoon vast te leggen, al afval. Van kijk, in 2021 moet je kijken wat een troep overal in de stad lag. En ja, ik weet niet hoe lang ik dit project volhoud, Maar uh, ja, stel, ik hou het nog tot eind volgend jaar of zo vol. Of nog iets, iets langer. En als al die maatregelen in zijn gegaan. Dan kan je denk ik heel mooi die foto's met elkaar vergelijken. Van oké, okay, toen was er zoveel troep. Ja. En nu zie je dat bijna niet meer. Ja. Doordat er statiegeld bijvoorbeeld op zit. Dus. Nee, zo zijn er verschillende ja. aspecten aan, waarvan ik denk van, oh, dat vind ik uh, interessant. Ja, ja, ja. En nee, ik, uh, I agree man. Ja, ja. Ja, nee, I, uh, ja ik, ik, heb daar ook geen woorden meer over te zeggen. Maar het enige wat ik wil zeggen is, het heeft mij gewoon super getrackt, Dat Ik denk van, ja man, I'm gonna invite you. Ja we man, go yeah. we, we, we go We're gonna talk about how dirty, <laughs> um, zeg maar, het land is waarin wij dus wel echt wonen. Uh, de natuurplekken wat wij wel eens be bezoeken. Ja. Weet je dat, uh, dat daar nog op de grond om de hoek gewoon alles is? Ja, ik, ja, ik blijf het toch wel ongelooflijk ja. vinden eigenlijk. Uh, helemaal. Ja, wat ik zei van uh, week in week uit kan je gewoon precies <kijkt> dezelfde route lopen. En elke keer ligt het gewoon overal ja. vol met, met, met troep. Ja ik, ja. ja, ik snap het wel. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk snap ik het niet. Nee. <laughs> ik denk van ja, misschien. Uh, hebben mensen het ook niet zo door? Eigenlijk wat ik zei, ik heb heel lang hard gelopen. Ja. Al die troep heb ik nooit gezien. Nu ik er wat meer mee bezig ben, zie ik het overal Ja, dat is ook niet goed. Nee. Um, maar doordat ik elke keer die foto's plaats van al die troep, ja. hoop ik in eerste instantie dat het gewoon meer zichtbaar wordt. Dat, dat ja. mensen ook zien van, oh, hij heeft eigenlijk wel gelijk, moet je eens kijken man, wat een, wat een troep. Heel top man. <laughs> ja, ik, ja. Ik, ik vind zulke dingen vind ik mooi man. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik geniet van zulke dingen. Dus uh, ja, blijf dit doorgaan. Zolang je dit ook kan doen. Ik ga en... het sowieso doorgaan. En uh, nou ja, waar we het er niet eens over gehad hebben. Maar uh, het hoeft ook niet per se. Maar nee, elke, go, elke, elke foto uh, heeft ook een, zeg maar een onderschrift. Even een ja. titel. Ja. En ik weet niet of je het al een beetje goed bekeken had. Maar het heeft ook allemaal een link met hiphop stiekem. Ja, Ja. heeft een link met hiphop. Eigenlijk, ja dat heb ik uh, gezien zeg maar elke, elke titel dat is dan eigenlijk een naam van een hip hop album of een hip hop nummer ja. dus op die manier is het toch ook tegelijkertijd stiekem een soort ode weer aan nou ja, ja ook uh, met ik eerste heb... liefde gewoon weer hip hop ja <laughs> ik heb het gezien ik heb zelfs video gezien met een hip hop deuntje eronder volgens mij ja, dat kan dat kan <coughs> ja 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 maar uh, dus, ja, uh, ga, ga het nog maar eens bestuderen. Want er ja. zitten gewoon meerdere lagen eigenlijk ja, uh, ja. daarin. Dus, dat, uh, ja. dus je gooit eigenlijk best wel veel quotes. Ik gooi ja. stiekem gooi ik toch wel een en al quotes ook wel. Uh. <laughs> ik vind het ook heel, heel tof om uh, mezelf te laten fotograferen. Ook, ook met, uh, met graffiti of zo. Ja. Of met, uh, wat natuurlijk ook weer een onderdeel is van hip-hop. Dus uh, ja. ja. <laughs> Geweldig man. Ja, ik vind, ik, ik, ja, zoals ik al zei, ik vind, ik, vind het, ik vind het te gek. En uh, want nu hebben we het natuurlijk gehad over uh, je liefde met hip-hop. Uh, we hebben het gehad over afvalbas, uh, voor een groot deel. Ja. Um, um, is er ook bijvoorbeeld een soort van community club gestart rondom dit project waar je nu mee bezig bent met het verzamelen van afval? Uh, ja, community club. Wat, wat, wat bedoel ja, je daar gewoon, precies Gewoon een in? groep waarin je dus met elkaar al in gesprek zijn en ja, 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 zeker. zeker. Ja, ik, uh, nou, sinds ik dan op Instagram uh, zit hè, met afvalbas, um, ja, krijg, ik, krijg ik al heel snel berichtjes van andere mensen die zich daar ook mee bezighouden. Uh, ja. niet, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Ja. Dat er gewoon uh, mensen zijn die, die of lopend met, met, met zo'n grijper dan uh, afval verzamelen of inderdaad ja. uh, rennend. En uh, ja, die, die, die checken elkaar allemaal en uh, die, die geven dan comments. En uh, ja, je hebt mensen die zich speciaal, bijvoorbeeld alleen op mondkapjes, bijvoorbeeld richten. Of uh, je hebt zelfs een gast. Ja, uh, dat vind ik helemaal bijzonder. Hè, een, een blikje hij heeft ook zo'n zo lipje, toch? Om, om een, uh, een blikje mee open te maken. Klopt, die is helemaal gespecialiseerd in alleen die lipjes. Dus die, die spaart dat. En die krijgt dan over de hele wereld, krijgt die van mensen allemaal lipjes toegestuurd. Want daar zit dan blijkbaar ook weer verschil in. Dus ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of uh, ja, ik, <laughs> mensen kunnen zich daarmee bezighouden. Ja. Dus ik, af en toe sta ik ook nog te kijken: van, hè, wat, wat, wat is dit nou weer? Ja. Uh, ja. Maar ja, de hele, hele wereld op zich zo. Hè? Ja, nee, oké, okay, want je zegt nu lipjes. Maar jij verzamelt, zoals ik nu weet, blikjes. Um, plastic flessen hoorde ik hier heel vaak voorbij komen. En mondkapjes. En sigarettenpakjes. En de rest dan weer niet of wel. Ja, ook uh, al, al uh, bekers. Van die McDonald's. Uh, nou ja, hoe heet <laughs> dat? fastfoodketen. Ja, <laughs> McDonald's. <laughs> bakers, ja, ja, het, uh, ja. Met, met, zeg maar het, het, het grotere zwerfafval wat je makkelijk op kan pakken. Hè. Ja. Zijn er zijn ook bijvoorbeeld mensen. Daar heb ik zelf weer wat minder mee. Die, die uh, gaan alleen sigaretten peuken. Verzamelen. Ja. Dus, maar ja, als je wil rennen en je wil sigarettenpeuken verzamelen. Dat die, die, die combinatie, dat, dat, dat gaat niet. Want op sommige plekken, daar ligt zoveel. Dus ja, dat, dat gaat mij persoonlijk dan weer een beetje te ver. Dat, ja, dat, dat vind ik weer wat minder. Zit daar stiekem niet een achterliggende gedachte bij? Van, van mijzelf? Nee, van het uh, peuken pakken. <laughs> ja, ik bedoel, je bent ja. aan het rennen. Of je bent aan het lopen, je pakt sigaretten. Ja, ja, ja. Nou, in, in, in dit geval inderdaad zijn dat niet mensen die rennen, maar men, mensen die, die lopen. Ja. Of gewoon eigenlijk stilstaan, want soms liggen zoveel van, van die peuken. Maar ze zijn er dus achtergekomen dat, dat die sigarettenpeuken dat het ook best wel schadelijk is voor het milieu. Uh, hè, ook als het weer in dat water terechtkomt. Uh, ja. Nou ja, dus sommige mensen die hebben zoiets van. Nou ja, ik, ik hou me daar weer heel erg mee bezig. Ja. Uh, dus ja. Dit kan ook wel een manier zijn van. stop met roken. Zeker. Ja. Zeker. Ja, ja. Dit, ja. Kan, dit, dit kan zomaar een manier zijn van stoppen met roken, inderdaad. Ja, man. Maar uh, nou goed, ja, ik, ik hou me dus inderdaad. Uh, ja, ik geef het toe. Ik ben er een beetje in doorgeslagen, maar gewoon één, twee keer in de week gewoon lekker ja. hardlopen, wat ik altijd al deed. Ja, daarbij heb ik dus een vuilniszakje mee. En dan uh, de troep die ik tegenkom, gooi ik daarin, stal ik na afloop uit, maak ik er een foto van. Ja. Andere keren gaat uh, Patrick inderdaad mee. Die neemt ook nog wat foto's. Eén keer in de maand, dat vind ik ook tof. Aan het einde van de maand maak ik nou een soort maandoverzichtje. Ja. En uh, nou, gewoon, gewoon de, de dingen die die, die ja. maand uh, nou ja, zijn opgevallen. Of toffe dingen die voorbij zijn gekomen. Ja. Bijvoorbeeld vorige maand, je wil het niet geloven, stond ik gewoon zelfs in de Volkskrant. Ja, dat vond ik toch echt wel een ding. Gewoon een half jaar geleden bedenk je de naam Afvalbas. En een half jaar later zijn gewoon in de Volkskrant. Gewoon een, ja. gewoon een nationale krant gewoon. Bent, gewoon ik, dat je, soort dingen, man. Je ja, bent ik, gewoon viral gegaan. Nou, ik, ja, ik blijf het gewoon heel bijzonder vinden. Gewoon ja. zoiets, zoiets kleins eigenlijk, wat je gewoon zelf start. Gewoon één, twee keer in de week een uurtje rennen. Ja, ja weet, wat je er toch mee kan bereiken of zo. Ik, ik, ik uh, geloof altijd in um, natuurlijke talenten. Dus als jij ergens super geïnteresseerd in bent... en dat mag zijn... Lopen dingen pakken, whatever. <laughs> ja. Zolang alleen jij het weet van ik doe dat omdat ik het vet vind, of ik doe dat omdat ik geïnspireerd raak, dan gaan er zoveel deuren voor je open, terwijl je daar niet eens op ja. zit te wachten. Zo werkt het wel. En inderdaad, zelfs met zoiets als afval rapen, wat toch wel een beetje. Ja. ja, soms in mijn ogen in eerste instantie zit ik toch al een beetje... Ja, bijna het laagste van het laagste afval rapen. Wat is dat nou? Hè? Zo kunnen sommige mensen daartegen aankijken. Ja. Zelfs als je daar gewoon passie in stopt... dan, dan zie je gewoon, zelfs ja. met zoiets... dat het gewoon ook al groter kan worden. Dus ja. wat dat betreft kan dat gewoon met, met alles. Gewoon waar je gewoon energie in steekt en waar je gewoon oprecht voor gaat. ja, uh, ja Dus dat is gewoon heel... Uh, Tof en tegelijk heel wonderlijk om, uh, om te zien of zo. Uh, ja, ja. ja je, moet er, je, moet er, je moet er ook erg van houden. En dat is de reden waarom ik ook zeg maar, een podcast ben gestart. Ik ben, ik ben voornamelijk gaan podcasten omdat ik. Ik, 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 ik had zoiets van: oké, okay, ik presenteer een radio show, ik heb reportages gemaakt. Maar ik vind het ook interessant om gesprekken te voeren met mensen ja. waar ze super geïnteresseerd in zijn. En um, ja, Kijk, nu heb ik jou uitgenodigd. En zo heb ik wel meerdere mensen uitgenodigd die gewoon vanuit hun ziel praten. En ja. uh, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En uh, ja, tot, tot de dag van vandaag krijg ik ook allemaal uh, positieve reacties rondom de podcast. Ja, en, nou, uh, ik, ik ben heel benieuwd wat voor reacties je op deze podcast uh, ja. krijgt. Omdat ik ergens toch een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Dat ik denk van... Uh, ja, ik vond het echt tof dat je me gewoon hebt uitgenodigd. Om, ja. hè, we, gaan, we hebben het ook wel een beetje over hiphop, maar ja. het meeste hebben we nu toch over, over afvalpas. En dat ja. is toch wel heel iets anders dan wat je tot nu toe volgens mij uh, ja, in je podcast gehad hebt. Ja. Maar dat maakt het alleen maar extra tof, denk ik. Dat je gewoon uh, ja. Ja, niet zozeer in hokjes denkt en kijkt, maar meer inderdaad wat je zegt van... Uh, heeft iemand een passie daarvoor en gaat hij daarvoor, ja. ongeacht bijna wat het is, dan uh, vind ik het tof om met zo iemand te praten. En, uh... Heerlijk, man. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik vind het ook belangrijk. De, de, dat is precies de reden waarom ik je heb uitgenodigd. Omdat het, ik vind het belangrijk, uh, er zijn heel veel mensen die, die, precies wat je in het begin al zei, die ja. gaan dus in beweging. Maar ...sommige haken ook meteen af. Tuurlijk, die hebben zoiets ja. van, ja. Ik weet niet waarom ik het verder zou moeten doen. Mm -hmm. Want ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Maar je kan altijd iets daarnaast doen. Erbij doen. Hè? Uh, desnoods is het: ik zet een GoPro op mijn voorhoofd en ik ga rennen. En ik maak daar weer een video van. Uh, ik ga het gewoon zo goed mogelijk stabiliseren. Ja. Gewoon dat je een beetje speelt. Of dat jij bijvoorbeeld zoiets hebt van: uh, ja, ik ga hardlopen en uh, ik ga. Per plek waar ik naartoe ga, ga ik even zingen. Of, of, <laughs> ja, ik noem maar of wat. Voorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, er zijn zoveel mogelijkheden wat je kan doen. En jij hebt dus nu gekozen voor een heel bijzondere uh, uh, thema, vind ik, is sporten. Maar tegelijkertijd, ik gebruik mijn rug, ik gebruik mijn armen, ik gebruik mijn benen. Uh, ik gebruik hem voor meerdere dingen. Ja. Dat ding ja. heeft meerdere functies. Ja. Op dat moment, als ik sporter. Ja. Ja. En mensen vergeten dat wel eens. Mensen staan er soms ook niet bij stil. En ik vind, ik vind ja, dit vind ik dus. Uh... Ja, ik, ja, ik denk gewoon in eerste instantie dat sporten ook gewoon leuk, leuk moet ja. zijn. Dat het niet een wekelijkse verplichting wordt. Ja. Dat je week in, week uit hetzelfde rondje gaat rennen, bijvoorbeeld. Ja. Maar, uh, nou ja, ik, ik doe het dan op deze manier. Maar je kan ook uh, op een andere manier intervaltraining. Dat je denkt, uh, nou, ik ga, uh, als je hier bent, ga ik eventjes. Uh, ja. Een minuut harder rennen of er komt een bomenrij aan, dan ga ik eventjes zo zigzag zo om die bomen door. of Ja, heb ik ook wel gedaan om het gewoon voor jezelf gewoon ja. Uh, ja, gevarieerd en, en leuk te houden. Absoluut. En, en uiteindelijk, uh, ja, nu ben ik hiermee bezig, maar misschien over een jaar doe ik wel weer andere dingen. Ik bedoel... Uh, ik ben bijvoorbeeld ook aan het basketballen elke week. Dat uh, heeft verder niks met afval of zo te maken. Maar wel met, met sporten en beweging en met, uh, met plezier uh, daarin ja. ook hebben. Dus, uh, yeah. Lekker, man. Ja, man. We zijn eigenlijk al bij het einde gekomen van de podcast. Ik okay. vond het ook supergezellig om de, dit met je te mogen doen. Voor mij ook een eer. Uh, voor mij ook. Voor mij ook. Uh, voordat ik sowieso ga afsluiten. Wat kunnen de mensen nog verwachten rondom afvalbas? <laughs> ja. Want je doet al heel veel. Nou, niet heel veel, maar je bent al echt bezig. Zeker, ja. Er zou vast wel nog iets zijn waarvan wij denken van... oké, okay, wauw, oké. Okay. Nou ja, ik, ik moet zeggen... Uh, elke maand uh, ja, val ik zelf ook weer in de, van de ene in de andere verbazing... van, uh, nou ja, we hadden het er laatst al over inderdaad... of uh, eerder deze avond al over... Uh, dat ik bijvoorbeeld ook uh, gefilmd was door uh, nou, ook, ook iemand uit Groningen, door Colin bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, wat dan ook weer op internet te zien is. Uh, op, op tv is wel eens een stukje geweest op de regionale televisie dan. Um, el, elke maand komt er wel weer iets voorbij dat ik weer wordt benaderd. Nou, nu, nu weer door jou. Ja. Dus het is ook een beetje. Uh, ik, ik blijf gewoon lekker de komende tijd doorgaan met, met wat ik doe. En. Ja. Uh, ja, er komen gewoon hele leuke onverwachte dingen soms, uh, soms uit. Nice. En uh, ja, het is, ja, het blijft gewoon een beetje afwachten. Maar ik denk, als ik zelf gewoon blijf doen wat ik nu doe, dan heb ik het idee. Nou ja, dit is nog niet het einde of zo. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Uh, het is yes. voor mij ook gewoon nieuw gebied, zeg maar. Dus we zien het wel. Just trust the process. En het mooie is, het is gewoon het yeah. blijft een hobby. Hè? Ik bedoel, uh, yeah, als ik yeah. volgende week denk van ik ben er helemaal zat van. Nou, dan ja, stop je ermee. Dan, dan stop ik er gewoon mee. Dus ja. Ja. <laughs> yeah. Dus ja, ik, ik kan je niet echt iets geven waarvan ik denk, oh, super tof project of zo wat er aan zit te komen. Yeah. Maar uh, ja. Yeah. Dit, 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 dit beschouw ik gewoon ook alweer als, als een nieuw hoogtepunt. van... Ja, gewoon uh, samen met jou hierover kunnen praten. Ja, en, uh, te gek, ja, dat jij gewoon hier ook oprecht geïnteresseerd ja, in bent. Man. Ik dacht, ik, ik ben de enige gek die dat tof vindt. Nee joh, er zijn, wij, zijn meerdere. Er zijn meerdere. Ja. Anders was het uh, niet uh, te zien <laughs> op bijvoorbeeld Dagblad van het Noorden... en Volkskrant en alle ja, andere media. Uh, ja. ja, ja. Het, uh, het, uh, het, is, het, is, het is belangrijk om, uh, om, uh, om de place clean en veilig uh, te houden. Ja, ik bedoel, wij, wij, wij hebben kinderen natuurlijk hè. Ja. Ik bedoel... Ze spelen buiten. Ja, weet je, je, we weten dat kinderen ook wel eens over de grens gaan. Dan denken ze van, nou, papa, mama is er niet. Ga ik lekker op blote voeten. <laughs> ja, je maar net staan op een blikje die oh, super scherp is. Ja, ja, snap je? Dus, en toen had ik zoiets van, ja, ik, ik dacht meerdere, op meerdere momenten na van... Hé, hey, this, this is the reason waarom ik je ook wil uitnodigen. Ja, ja, ja. ja maar het is ook een beetje een soort mentaal dingen, omdat je zeg maar week in week uit kom je gewoon diezelfde troep tegen. Dus ik snap dat je heel snel kan denken van ja waarvoor doe ik het? Volgende week ligt het toch weer. Ja, want alle beetjes helpen wel. Maar aan de andere kant denk je, ik ga gewoon de strijd aan. Ik ga gewoon week in week uit blijf ik het gewoon doen? Blijven we gewoon foto's maken? Blijf het zichtbaar maken? Ja, is gewoon eens kijken wat er wat er gebeurt. Helemaal als je al die foto's bij elkaar ziet... Ja. dat lijkt me wel heel tof dat het misschien ooit nog eens gaat gebeuren. Hè? We hebben het net al een beetje over de krant gehad. Bijvoorbeeld, uh, nou, stel dat wat van het noorden of zo zegt... van uh, aan het eind van dit jaar... dan heb ik echt al een jaar lang heel consequent alles gedaan... dat ze zeggen van, weet je wat... al die foto's die jij gedurende het hele jaar gemaakt hebt... die, die, die gaan we gewoon op één of twee pagina's... gewoon bam, allemaal in de krant zetten of zo. Dat, ja. uh, nou ja, dromen kan altijd, toch? Ja, ja sowieso. Ja, ja, ja. ja man. Um, ja, we zijn nu aan het einde gekomen. Um, ik wil je sowieso ten eerste bedanken. Uh, heel veel succes wensen. En ja, voor de mensen die nu luisteren en die willen zoiets. Uh, uh, die hebben zoiets van: oké, okay, waar kan ik Bas checken? Uh, hij heeft het al net benoemd. Instagram is hier al heel erg actief. En dan zal ik sowieso de links in de beschrijving zetten. waarin mensen jou kunnen volgen, man. Thank you for coming. Hartstikke goed. Ja. Ja. Ja, nogmaals, uh, tof uh, om uh, ook eens een keer in een podcast uh, <laughs> ja. te zitten. Dat is ook weer wat nieuws ja. voor mij. Dus, wat, wat, ja. wat, wat, wat vind je van podcast op dit moment? Zeg maar eerlijk, in, gewoon eerlijk zijn. Uh, tof, uh, maar tegelijkertijd zit het nog steeds niet in mijn systeem. Nee. Af en toe luister ik een podcast. Ik had laatst een podcast met uh, Stix bijvoorbeeld uh, geluisterd. Ook gewoon een uur lang dat hij uh, gaat praten. Vond ik echt ja. super tof. Maar uh, vaak past het ook niet helemaal met wat ik op dat moment aan het doen ben. Dan is het beter dat ik gewoon lekker even een muziekje erbij heb. Uh, ja. Maar als ik er eenmaal in zit, ja, dan blijf ik ook luisteren. Maar ik, ik moet het nog steeds vaker gaan doen. Ik krijg geregeld tips van mensen: van je moet dit checken, je moet dat checken. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, ja, gaan we nog zeker doen. Ja, oké, okay. nee, absoluut. Hey, thank you, uh, afvalbas. Dankjewel voor ja, Mario. Ja, man. man. Af voor Bas, MC Marvel, Bas <laughs> van Gangelen. You know what's up. Thank you for listening. Vergeet niet te abonneren. Dit is de Balans Podcast en I'm signing off. Peace.